Als we het over de comments hebben, het zijn meestal hele gemene comments. Het is van, je gaat naar de hel, want je draagt geen hoofddoek. Draag je nou wel of geen hoofddoek, wat wil je nou? Dat soort dingen. Ja, op die manier communiceer ik sowieso niet. Maar krijg je die van vrouwen of van mannen dan? Ja, ik heb één keer van een man gehad, maar meestal van vrouwen. Ja. Okay. Dus wat is het dan dat commentaar continu komt van vrouwen? Waar zou dat dan vandaan komen? Ik denk toch wel dat de hijab van de vrouw toch veel zichtbaarder is, ook in de debatten in Nederland rondom de islam, dat een vrouw, een gesluierde vrouw daarin daar gewoon heel centraal in staat. En dat als iemand zich identificeert als moslim en dat uitdraagt, maar niet op de manier zoals anderen dat zien, dat andere vrouwen zich daarin aangetast voelen of zo. Hmm. Het is ook er is niks islamitisch aan iemand uitschelden. Nee. Dus dat is de innerlijke hijab waar ik net over had. Precies dit. Dus ja, dat zijn gewoon mensen die gewoon echt zielig zijn achter een computertje. Ja, en mensen en gewoon tekortkomen zoeken.